Tijdens een proefwerk kan het voorkomen dat je sommen exact moet oplossen. En met exact wordt bedoeld dat je niet mag afronden. Dingen die dan wel mogen is als het, uh, als, het als comma getal exact geschreven kan worden. Dus als we zeggen exact, bijvoorbeeld als som 1 tweede, dan is 0,5 nog goed, want dit is een exact antwoord. Stel dat we 1 derde hadden gehad, wat gelijk is aan 0,3333 en zo verder, dan is dit geen exact antwoord meer en moet het als breuk geschreven worden. Datzelfde heb je ook met wortels. Het kan zo zijn dat je geen moment en je eindantwoord bijna bent en dan heb je de wortel van 9. Nou, van de wortel van 9 weet je dat daar 3 uitkomt. En 3 is een exact antwoord. Het kan ook zijn dat er staat de wortel van 8. En van de wortel van 8, daar kennen we geen exact antwoord van. Want als ik bijvoorbeeld dit kijk, laat nou, ik dit scherm even wissen. De wortel van 8. Oh, weer. De wortel van 8. Daar komt. 2,828427125. Nou, daar kan ik dus al zien dat er geen exact antwoord uitkomt. Dus ik kan deze niet opschrijven als komma-getal. In dat geval laat ik hem dus zo staan. Dit heb je ook het geval bij eventueel als je de ABC-monet gebruikt in de tweede graadvergelijking. Het kan best zo zijn dat als je de ABC-monet gebruikt, dat er zoiets als komt als. 3 plus de wortel van 17 gedeeld door 5. En als tegenantwoord ook nog 3 min de wortel van 17 gedeeld door 5. En je bent dan geneigd om dit heel mooi uit te rekenen in je graafse rekenmachine. Immers, dat ben je gewend. Maar als er staat bereken exact, dan moet je dit gewoon lekker laten staan. Dit is dan je eindantwoord. Nou, tot slot werkt dat ook met hogere graadsmachten. Dus stel dat we hadden x tot de vijfde is 18. En we moeten dus x uitrekenen, dan krijgen we x is de vijfde machtswortel van 18. Nou, kunnen we in de graadsrekenmachine even snel kijken of hier een mooi antwoord uitkomt. We pakken de graadsrekenmachine erbij. Pakken de vijfde machtswortel van 18. Dat is hetzelfde als. 18 tot de macht 1 vijfde. 1 gedeelte 5. Dat is exact hetzelfde. En als ik dit invoer, dan komt hier een antwoord wat niet exact is. Dus in dit geval laten we dit als eindantwoord staan. Dan gaan we niet verder uitwerken. Dat is wat exact betekent. Je moet er wel op letten dat je het nog altijd het netjes blijft schrijven. Want als je bijvoorbeeld hebt. Uh, ...x tot de vijfde is 32... ...is dat wel even moeten controleren of dit mooi uitkomt. Nou, laten we dat eens even pakken. Laten we zeggen dat we nu uh, de vijfde wachtsochtel dus willen we weten van 32. Dus x is de vijfde wortel van 32. Of 32 tot de macht 1 vijfde. Dat is hetzelfde. Als ik dat bekijk in mijn reeks zien... Dan heb ik 32 tot de macht 1 gedeeld door 5. En daar komt heel netjes het getal 2 uit. Nou, als het getal heel netjes uitkomt, dan schrijf je dat ook als tocht op. Dat is alles als je het hebt over bereken exact. Daar waar je uh, niet verder kunt met het berekenen, omdat je dan uitkomt met een comma getal wat niet netjes is. Dan laat je dan wel de breuk, dan wel de wortel, dan wel de hooggewachswortel of dan wel de draak die het bij de ABC-formule rond de video.